Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2000 Carré Mode voor aflevering nummer 32 hier in België. We zijn aanbeland voor het tweede deel van de seizoenshelft. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen, abonneer voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. We hebben een aantal contracten gekregen. Even kijken wat we daarmee gaan doen. Ik denk gewoon allemaal afwijzen totdat er misschien een beter bot komt. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op dit gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er beter kan worden op mijn video's. En ja, vooral liken zou ik zeggen. Dislike als je hem niet leuk vindt. Mag altijd natuurlijk, geen probleem. En ja, volg ik even op de sociale media. Het Gierlands Schouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En zet op naar de kwalificatie voor de grote prijs van België. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Die volledig nat is. Hevige regen op het circuit. We gaan het setup aanpassen naar een natte setup. Dat wij meer downforce hebben, maar weinig topsnelheid. Het is nou eenmaal zo, dit moeten we gewoon gaan incasseren. Full wets eronder gezet. En dan wordt het een flying lap en gaan wij kijken wat dit gaat worden hier in België voor de kwalificatie. Missen daar al een klein beetje de apex. Dus deze ronde wordt wat minder goed dan normaal. Ook druppels gelijk op de camera. Dan heb ik helaas een waarschuwing gekregen voor een bocht of iets dergelijks. En is deze ronde niet doorgegaan. Dus wij moeten er sowieso nog een keer voor gaan zitten om misschien naar de pole position te kunnen komen. Flink wat spray door Kobayashi die daar rijdt. Wij passeren hem en gaan aanzetten voor onze tweede run. En kijken of deze run ons wel naar de pole position brengt. Zou wel mooi zijn als dat gedaan wordt. Iets te ver doorgeschoten. Jammer maar helaas. Rouge nemen wij mooi. Ook Radion nemen wij goed. Komen wij aan bij de busstop chicane. De laatste twee bochten van het circuit. Iets te veel over die curbs. De auto stuit het er wat van af. En dan komen wij bij start-finish. En dat is de pole position voorlopig met een 2 minuut 1-2. En wij zijn gewoon 7 seconden harder gegaan. Gek, want de AI is wel omhoog gezet. De baas is blij, dus wij zijn ook blij. Dat betekent misschien een salarisverhoging, je weet maar nooit. Maar dan is het op naar de wedstrijd. En vandaag kunnen we ook kampioen worden bij de coureurs. Dus wie weet wat we gaan doen. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 32 van F1 2010 Carrière Mode. Dan zijn we aanbeland bij de grid. 36% kans op neerslag. Die is ook gevallen. En we starten op de intermediates. Vertrekken dus vanaf pole position. En kijken of wij misschien dat wereldkampioenschap vandaag kunnen gaan binnenhengelen. Dan zijn we een tweevoudig wereldkampioen in F1 2010. Intermediates dus, zegt de ingenieur. Als we dat vandaag kunnen, dan ja, staan wij gelijk met Fernando Alonso. Voor het aantal wereldkampioenschappen. Int is dus eronder gezet. Is het vooral, wanneer droogt deze regen op? Wanneer kunnen wij naar de soft? En is er dan überhaupt nog ruimte om naar de softbanden te gaan? Dat zijn de drie grootste vragen die ik mezelf dus afvraag.
maar eerst de start zien te overleven. Kijken of wij goed weg kunnen komen bij het doven van de lichten. En dan gaan we gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 32 van F1 2010 Carré Mode hier in Spa-Francorchamps. We trekken dus vanaf pole position. Nieuw podium moet dit weekend worden binnengehaald. De lampen zijn uit en we zijn onderweg in deze grote prijs. En komen wat moeizaam weg. Verdedigen al gelijk Lasseurs. We remmen ultra vroeg, iets te vroeg. En Rosberg heeft de leiding veroverd. Vettel passeert daar ons gewoon buiten de baan. Dat mag allemaal. Button zit er aan die binnenkant, maar wordt daar flink afgeknepen. En wij zijn terugverwezen naar P4, maar hebben hier dan meer snelheid dan Vettel. Volledig in de spray. Slipstream pakken. Webber en Rosberg rijden allemaal wat voorzichtig aan. Wij kunnen daarvan profiteren en pakken de leiding. Jazeker. Goed gedaan. De leiding weer hersteld. Vettel naar P4, Webber naar P2... En dan zitten we in ronde nummer 2. Als we al een flinke voorsprong hebben naar Sebastian Vettel. En wij laten een 1.56.5 noteren. Voorlopig doen we het goed. En moeten dit ook zien vol te houden. Schumacher naar P6. Kubica naar P5. Rosberg 4. Webber 3. Vettel 2. En wij dus aan de leiding. Nog altijd nat in Spa-Francorchamps. Dus we blijven gewoon op de intermediates rijden. En stel dat het wordt droger, dan gaan we natuurlijk naar de droogweerbanden. Zo simpel is het namelijk. Ronde nummer 7. Als de pitwindow open is en die linker voorband heeft het zwaar. Alonso op P8, Barrichello op P17. Wat teleurstellend, het moet gewoon naar voren zien te komen. Nog altijd nat. Regent het? Weet ik niet. Ik weet wel dat het wat lichter begint te worden in de lucht. Vettel verliest terrein. Wij zijn een tiende sneller in sector 1. Goed gedaan. Einde ronde nummer 7 als wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Hopelijk. En we hebben al een flinke voorsprong naar Sebastian Vettel. Exit. 4.6 is de pitstop. En komen terug aan de leiding in de grote prijs. Dus van de leiding aan de leiding. Jazeker. En gaan weer door waar we eigenlijk mee bezig waren. Voluit pushen tot aan de vlag. Oftewel tot ronde nummer 13. We pakken daar helaas een waarschuwing vanwege het afsnijden van Radeon. De koude banden hebben er daarvoor gezorgd. En dan zitten we in ronde nummer 9 als de waan lijkt op te drogen. De regen is vertrokken. Alleen nog wat spray op het circuit. De druppels gaan ook verdwijnen van de lens. Dus dat geeft een signaal af dat wij zometeen misschien naar de droogweerbanden kunnen. Met nog 4 rondes te gaan. We zijn al gelijk 18e harder in sector 2 gegaan. Dus wie weet, en gaan ook op natte plekken rijden. Om de banden en de remmen te koelen. Vettel nog steeds op P2, Webber op P4, Rosberg op P3. En we zijn gewoon 1,3
3 seconden harder gegaan. Alonso op P12, Barrichello op P16. En dan zitten we in ronde nummer 12 als het gewoon volledig droog is. De regen is helemaal weg. De baan is gewoon super droog. En wij gaan gewoon naar binnen voor een setje softbanden. Hebben genoeg ruimte en tijd over op Sebastian Vettel. Dus dit kan gewoon. En gaan zo meteen keihard pushen. Waarom? Goeie vraag. Zeven seconden heeft de pitstop geduurd. Heel erg lang. Maar wij komen gewoon als leider weer terug de baan op. Vettel komt nu aan bij de eerste bocht. En wij zijn al richting Eau Rouge aan het vertrekken. En gaan dus kijken wat wij kunnen neerzetten op deze droogweerbanden. Op de zachtste compound van allemaal. En dan wordt het gewoon keihard pushen tot aan de vlag. Rosberg gaat hier een podium pakken voor Mercedes. Webber naar P4. Vettel komt dus te kort. En dan zijn we zo meteen aanbeland bij het laatste deel van het circuit. En is het op naar Italië. Ronde nummer 14 volgens mij. En dan gaan we ons voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Richting Azië is dat dan Singapore, Japan. En nog een aantal andere landen. Maleisië zijn we al geweest. Goed verhaal. Dus daar komen wij niet meer in dit seizoen. Maar zometeen eerst naar het zwart-wit geblokt rijden. Dan gaan wij hier weer een wedstrijd erbij zetten. En als ik het goed heb, zijn wij dan ook officieel tweevoudig wereldkampioen bij de coureurs. Moeten de klus nog zien af te maken bij de constructeurs. Maar wat een prestatie. Goed gedaan. Is het op naar de volgende wedstrijd. Brilliant! Brilliant! That's the double pole in the win! Oh, you legend! Hebben dus dubbel gepakt, pole position en de race-overwinning. Vettel komt 6,1 seconden tekort. En Rosberg pakt dat laatste podium voor Mercedes. Webber naar 4, Massa 5, Hamilton 6, Kubica 7. Vitaly Petrov op P8, waar is Fernando Alonso? Jean Doc naar de punten in HRT, goed gedaan. Pakt zijn eerste punten voor het nieuwe team. Schumacher naar het laatste puntje, Alonso niet. Naar de punten. Niet naar de punten. Pijnlijk. Barrichello komt tekort. Het is wat het is, maar goed gedaan van Karun Shandok en HRT. Fantastic result! That's just awesome! You're this year's champion! This year's sure been so bright! En met dat nul resultaat van Alonso betekent dus dat wij een tweevoudig wereldkampioen zijn in F1 2010. Goed gedaan. Echt goed gedaan. En ja, het enige team wat dus nu nog 0 punten heeft is Virgin Racing. Iedereen heeft punten gepakt behalve zij. Dus een dramatisch seizoen. Maar goed, daar kan ik niks aan doen helaas. We've had a few contract offers come in. You're doing really well. If you want to have a look there on the laptop. Aantal contractonderhandelingen gekregen. Onder andere Red Bull, Renault, Force India, Toro Rosso. Ferrari en McLaren willen me allemaal hebben. Want wij zijn dus een tweevoudig wereldkampioen geworden in F1 2010. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering van me mist. Hey, Force India biedt meer dan Red Bull, Ferrari en Mercedes bij elkaar. Sorry, dan die team samen. Dat is fijn, dat is heel fijn. Maar goed, daar gaan we nu even niet over. Dat zien we allemaal in de volgende video. Dit was het journaal mensen.
tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we weer met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.